Bingo Town! Psst. Hey meisje. Hey. Wat ben je aan het doen? Een lekker eitje koken voor ons. Oh, want de rest is... te laat! Oh, yay! Donderdag verrassing! Zijn we dat van Bardo natuurlijk wel gewend, maar Rick is dit keer ook een uur te laat. Gewoon gekookt eitje. Lekker gekookt eitje. Spreek. Yay! Yay! Ja, zijn heet het niet. Als het goed is zijn Bardo en Rick er over een half uurtje, maar dat is als het goed is. En meestal gaat het niet goed met hun, dus ik ben benieuwd of ze over een half uurtje zijn. Thomas en ik gaan maar gewoon even eten hier zo, want... Ik heb een mooie eienpelhack, hè? Ja, laat het zien. Lifehacks. Lifehacks met Thomas, doe even je Russische accent op dan. Hello everybody, today I'm gonna show how to peel egg in just a matter of seconds. Do it like this, shake it, shake it, shake. Ik denk niet dat ik het juiste glas heb. Ja, dit hoort wel helemaal af te zijn hoor. Maar het gaat wel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Is het gewoon af? Het is af. Oh, what the fuck? Nice. Yes. Dit is how you peel egg. Probeer het ook, maar het ging niet zo goed. Dit is een stukje ei en dit is het ei zelf. Dit is een deel van... Oh, Yuri. Je bent niet Russisch genoeg, man. Nom, 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 nom. Godverdomme, daar gaat mijn uit. Thomas heeft een nieuw spelletje. Ja, het game is begonnen hoor. De gameplays worden hier opgenomen, waar je bij staat gewoon. Wat heb je? Plants vs. Zombies 2. Nee. Ik denk gewoon oprecht dat Bardo... Nee, ik weet het gewoon zeker dat Bardo de afgelopen 3 dagen nog 0 keer op tijd gekomen is. Het is echt pittig triest gewoon. Bardo, als je dit ziet, kom een keer op tijd jongen. Kan je het winnen? Ik ben altijd aan het winnen. Oh, je hebt al ziek veel zonnebloemen gestakt. Ja, dat doe ik altijd. Lekker bezig. Alleen je krijgt ziek makkelijk geld hier, jongen. 1 zonnetje is 50. Geld? Ja. Dat is altijd zo, toch? Of was het 25? 25 was. Volgens mij was elk zonnetje 25. Ik weet niet meer. Als het goed is, zijn ze er over een half uur. Werkelijk er nu nog een half uur? Nou ja, nu nog een kwartiertje. Maar je weet het nooit met die gasten. Nee, je weet het wel. Ja, je weet het inderdaad enigszins wel, maar. Man, man, man. Hey Thomas. Hey Thomas, ja? Zullen we iets doen? Wat had je gedacht? Zullen we iets in de studio opbouwen? Ja, weet je wat? Zullen we dat eens doen? Oké. Okay. Dit zijn de posters bij, die moeten ook nog opgehangen worden. Wat wil je doen? We kunnen die opzetten, dan kunnen we de tv erop doen. Of we kunnen die doen. Wat is dat? Nou, oh, jij? Mij, we kunnen mij nee, doen. We kunnen jou doen. Oké, laten we er gewoon die tv fixen dan. Ja. Dan kan die eigenlijk hier normaal staan. Kijkers, dan moet je er even wat van zeggen tegen Bardo, want ik zit hier op een vrije dag. Ja, ik ook hè. Jullie ook. We zijn hier op onze vrije dagen om video's op te nemen voor jullie. En wie is er niet? Wie zijn er niet? Het is meer fout. Dat is waar. Rick en Bardo. Bardo! Dus als jullie er even wat van kunnen zeggen, misschien luisteren ze wel naar jullie. Naar ons luisteren ze niet. Nee. Hier zien wij in het wild een Thomas die een tv-stand in elkaar zet. Zijn lokken, zijn haar. Oké, stap 2. Dank je. Je zou het niet zeggen, maar achter de tv ligt een sexy jongen. Hallo! Ik zit nu alles vast te maken. Als het goed is, zijn we dus bijna klaar. Maar... Ja, kijk nou hoe mooi die stand is. Dat is toch het geld gewoon waard? Het is echt... veel te fancy, maar goed, de tv staat wel en dat is ook best wel mooi eigenlijk. Dus kunnen we wel goed. Zeg maar voor wat zeg je? Wacht, wacht, hier. Kijk, voor het geld dat is uitgegeven voor deze tv-stand kan een familie 2 weken eten. Ja, precies. Thomas, ben je doen? Nou, ze zijn nu anderhalf uur te laat, dus ik ben even een berichtje aan het sturen dat ik het echt heel naar vind dat het zo lang duurt. Anderhalf uur vertraging al. Ik kom ook op een vrije dag hier om te werken aan een kanaal dat niet eens van mij is. Kijk maar. En als ze dan straks hier zijn, gaat Yuri zeggen dat ik boos naar huis ben gegaan. Hé, maar we hebben wel een nieuwe persoon die is aangekomen. What up? Stel jezelf voor. Nou, ik ben Jeroen en ik kom hier naartoe om mijn Bardo 4 op te nemen. Maar ik was hier. Dat te laat is. Yes, hij is de guy die de conspiracy theory over Bardo Town helemaal ontspot had. Yes. Dus dan mag je hier langskomen natuurlijk, weet je. En, heb je al getypt? Ja. Oké. Nou, als ze er dan zijn, dan doen we net of Thomas er nu is. Dan hoop ik niet dat ze binnen nu en een minuut komen ineens, want dan is het denk ik niet zo geloofwaardig. True, maar waarschijnlijk niet. Het zal nog even een half uur duren.